Hallo, hallo. Leuk dat jullie kijken naar mijn nieuwe vlog. Het is woensdagmiddag. Ik ga de jongens zo uit school halen. Woensdag gaan ze altijd tot 12:30. En dan gaan we even naar pianoles met Max. En daarna moeten ze hem nog naar toneel. Dus ik ben fietstaxi. En het waait hard. Dus dat wordt zweten op de fiets. Ik ga volgende week trouwens naar de kapper. Ik zat net al even naar mijn uitgroei te kijken. Echt wel heel veel. En ook grijze uitgroei, jongens. Het begint nu toch wel echt te komen. Ik zat erover te denken om toch weer een beetje blonder te gaan. Krijg ik dan toch zo richting het voorjaar weer zin in. En ik wil eigenlijk wel weer curtain bangs toch een beetje meer. Zeg maar niet een echte pony, maar wel gewoon kortere plukjes voor. En verder hou ik het lang, denk ik. Maar ik ben ook wel benieuwd, wat vinden jullie? Wat vinden jullie leuk staan? Let me know. Ik ga op de fiets en ik zie jullie later. Kijk wie we daar hebben. Die moet hier even op de thee. En het is altijd heel grappig, want ik denk dat ik voor jou nog de grootste influencer ben, hè? Ja. Altijd als ik iets post, dan gaat ze meteen erop uit. Ja, maar je weet wat ik zoek eigenlijk soms wel, toch? Het is ja, bij mijn... ik was bij de Vibra. En ik zag nog een leuk vestje. Ja, ik vond hem zelf ook heel leuk hoor. Met die, kijk, hij heeft leuke knopen. Ja. Ja, hij is leuk. Hij paste. En, nou ja, ik had ook... 8,50 nu. Ja, nee, ook omdat ik speciaal een zomerjurk heb. En dan kan dat mee naar Egypte. Oh, dan ga je... Daar, deze gaat erover. Maar hij kriebelt ook niet, avond. Hè? Voor de avond. Ja, nee, precies. Voor de avond gaat hij mee op die zomerjurk. En toch een leuke... Ja. Frisse kleur. Hè? Klopt. Dus dan is dit een goede... Blij mee. Ja, zeker. En ben je ook nog bij Taco geweest? Shubi. Ja, en Taco. Oh, Taco ben ik niet geweest. Nee. Taco nee. Was dus 3 items en dan 50% extra korting. Oh, oké. Okay. Nee, dat is ook heel veel leuke geweest. Dingen. Nee. Nou, we gaan even thee drinken. Ja. En dan ga ik hier naar de generale repetitie kijken. Ja. Van de presentatie, hè, Max? We zijn aangekomen bij Zijn er nog vragen, tips en tops? Nou, ik vond het echt een supergoeie generale. Oké, ja, we beginnen met vragen. Vragen? Oh ja. Nou ja, ik vroeg me wel dus inderdaad af, al die extra's en zo, het interieur van de auto, dat wordt dus allemaal wel gewoon door mensen erin gezet. Ja. Niet door robots. Gaat niet automatisch. Soms. In sommige fabrieken... Zetten ze de robots er wel, gewoon normaal, zetten de robots het wel erin, maar niet in alle fabrieken. Oké. Okay. In de fabriek van Henk, niet. Nou, ik vond het superleuk. Echt een goede presentatie. Nou, ik heb Siem net uit toneel gehaald. En ik wil dus nog even weer een airfryer receptje gaan uitproberen. Even snel, want ik zat bij pianoles met Siem. En toen hadden we weer even op airfryer totaal gekeken. Daar haal ik eigenlijk alle recepten vandaan. En ik zag een hele lekkere yoghurtcake. Maar ja, er is niemand meer die nog gemotiveerd is om met mij airfryer recepten uit te proberen. Nee, het is... We hebben even rust nodig. Het is 4 uur. Oh, nou, het is al bijna 5 uur. Nou kijk, het is echt weer super makkelijk. En als dit dus lekker wordt, dan kun je dit ook gewoon bij het ontbijt eten. Want wat gaat erin? Griekse yoghurt, 450 gram, dus dat is dan de helft. 4 eieren en maïzena. Dat moet ik nog even pakken. Nou, het is eigenlijk gewoon een kwestie van mixen in die vorm. En dan een half uurtje in de fryer, geloof ik. Ja, makkelijker kan het toch eigenlijk niet. En ik dacht zelf, leek me wel lekker om dan bijvoorbeeld een topping... Met banaan of zo te doen en een beetje agavesiroop. Dan heb je toch echt een heel feestelijk ontbijtje. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Het is wel echt helemaal nog vloeibaar. Dus we gaan het zien. Maar je moet het dus ook nog na de fryer nog in de koelkast zetten. Dus dan gaat het waarschijnlijk ook stijf worden. Goedemorgen, het is donderdag en ik ben nog snel eventjes wat aan het filmen. Kijk, ik heb dus die broek van Zeeman aan. Hij is echt
mega leuk. Ik heb hem dus één maatje groter genomen dan mijn eigen maat. Want ik dacht, dan valt hij nog een beetje meer zo echt dat lekkere hele wijde. En dan is hij ook iets langer, want hij zakt nu een beetje. Ik denk dat hij normaal eigenlijk ietsje hoger in de taille hoort. En dan, nou ja, meer zo zeg maar. Maar ik vind zelf gewoon dat langer wel echt heel erg leuk. Dus nu precies de goede lengte. Nou, en ik heb er dus een coltraadje bij gedaan. Ik zat eerst te denken aan blauw of grijs. Maar ik vond dit uiteindelijk toch het leukst. En dan met een sportief jasje. Nou, ik ga dus nu eventjes filmen voor Instagram. Twijfel nu toch weer over een lange jas. Er zitten allemaal pluisjes van mijn sjaal op trouwens. Ja, en ik dacht dus dat ik ook nog een leuke sjaal had waar ook wat bruin in zat. Dat zou wel het een beetje afmaken, hè? Nog een mooie sjaal erbij. Kijk, ik vond het een beetje drie kleuren die dan nergens meer terugkomen. Maar toen dacht ik, ik kan mijn hoed misschien opdoen. Alleen ik weet niet echt, ik zie nooit meer iemand met een hoed. Misschien is de hoed wel helemaal passé. Nou, ik was echt de hele tijd ontevreden. Dus weer alles gewisseld. En nu vind ik het wel leuk. Op de een of andere manier, nu klopt het gewoon beter. Dus net alles nog weer een keer opnieuw gefilmd. En ja, nu moet ik eventjes nog naar de bloemenwinkel om nog even een bloem te halen voor die uitvaart. En dan, ja, dan is dat wat er vanmiddag op de planning staat. Nou, ik zie jullie later weer. Nou, ik had dus gisteren die yoghurttaart gemaakt. De jongens die zijn altijd wel heel enthousiast ook om alles te proberen. Dus die hadden meteen zin. Die vroegen, nou mogen we hem na het eten als toetje? Nou, het is natuurlijk gezond, dus ja, mocht voor mij. Toen hoorde ik al snel kreten van zuur, niet lekker, ik heb nog liever yoghurt. Dus ja, het was niet zo'n succes. En ik heb zelf ook een stukje geproefd. Het is inderdaad, ja, redelijk zuur. Want er zit dus Griekse yoghurt in en eieren. En het is ook een beetje vreemd, want je proeft dat ei op de een of andere manier ook een beetje erin. Dus ik was zelf ook niet meteen super enthousiast. Maar ik wil natuurlijk niet laten kennen. En ik ga natuurlijk wel gewoon alles opeten. Dus ik heb het een beetje gepimpt. Kijk, ik heb er nu banaan bij gedaan. En kaneelsuiker erover. En ik denk dat het nu wel, ja, dat zo wel een stukje lekkerder is. Nou, zo is hij echt wel lekker hoor. Het is gewoon wel een goede, ja, yoghurtachtige basis. En dan moet je gewoon lekker fruit erbij doen. Je kan er misschien ook kersen of zo op doen. Je moet het een beetje pimpen. Maar ik ben nu eigenlijk toch best geslaagd. Nu zijn we natuurlijk heel erg benieuwd. De spreekbeurt. Ja. Hoe ging het? Goed. En tips en tops? Cijfer? 8. Een 8. Super. Ja. Dus je bent tevreden. En je bent er weer voor een jaar vanaf. Eindelijk. En wanneer ga jij hem doen? Ja, geen idee. Ik kan ook zo zijn dat wij geen nu meer doen. Oh. Dat geloof ik niet. Nee, het is niet waar. Het is altijd wel goed. Maar jij vindt het op zich altijd wel leuk, toch? Ja. Dat is prima, ja. Ik vind het wel leuk. Ik zou het jammer vinden, maar ja. Ja. Geen ram. Boekbespreking soms ook nog. Ja, ik denk eerder dat wij wat van wat kleinere dingen doen die je op school ook oefent. Een hele goede morgen. Het is weer vrijdag. En het is wel echt weer dramatisch weer. Alleen maar weer regen en storm. Na gisteren echt een hele mooie dag. Gisteren voelde het echt wel weer een beetje als lente. Dus ik dacht, dit gaat de goede kant op. Maar vandaag weer echt een dip. Ik had wel geluk, want Joost heeft de kinderen naar school gebracht. Dus ik ben echt lekker droog gebleven. Nu moet ik ze vanmiddag wel lopend ophalen, maar volgens mij wordt het dan weer droog. Ik heb gisteren nog een leuk pakketje binnengekregen van Secret Sales. Secret Sales is dat online warenhuis waar ze allemaal kortingsitems verkopen. Ik vind zelf dat het een beetje doet me dat jullie denken aan TK Maxx. Gewoon ze verkopen van allerlei merken dus. Dingen die heel erg in de sale zijn. Dus ja, wel echt heel erg leuk. Ik hou natuurlijk heel erg van dat koopjes zoeken en zo. Dus dat kan bij hen heel goed online. En ja, ik werk dit jaar dus weer met ze samen voor Instagram. Dus ik dacht het is ook wel leuk om dan even uit te leggen hoe dat dan precies werkt. Want was ook iemand een vraag die daar een vraag over had gesteld. Wat is nou zo'n Instagram campagne? En kan ik jou dan zien bij een merk? Nou, de campagne is eigenlijk meer dat ik dus voor hen reclame maak op mijn Instagram account. Dus bijvoorbeeld door video stories of door een reel waarin ik dan laat zien wat zij allemaal in hun shop hebben. En nu hebben we bijvoorbeeld afgesproken van nou we gaan nu voor de winter fashion. Dus ik heb allemaal leuke truien en zo uitgezocht. En dan
ga ik dus laten zien nou, hoe je die kan stylen. En dan deel ik de links, zodat jullie dat weer makkelijk kunnen shoppen. Dus dat is eigenlijk de campagne. En zij mogen die beelden ook wel gebruiken. Of tenminste, daar maak je dan afspraken over. En die kunnen zij dan ook delen op hun kanaal. Of soms ook inzetten voor ads. Dus dat kan er inderdaad ook bij horen. Maar ja, dat is zo ongeveer wat het inhoudt. Mochten jullie nog meer vragen over hebben, stel ze gerust in de comments. Dan kan ik ze daar beantwoorden. Ja, ik denk dus wel even leuk om te laten zien alvast hier wat ik heb geshopt. En dan ga ik het even passen. En dan kan ik vast eventjes bedenken wat voor leuke setjes ik daarmee kan maken. Ik heb nog niet alles binnen. Dus ik ga nu nog niet zeg maar echt alles opnemen. Want dan wacht ik even totdat alles er is. Dan kan ik alles in één keer doen. Maar ik dacht, dit is wel leuk om alvast eventjes te passen. Dan kan ik mijn gedachten ook vast even over de setjes laten gaan. Kijk, het zijn allemaal hele mooie basics. En ik weet het, één week dan zeg ik weer, oh, ik ga helemaal voor kleur. En dan de volgende week dan ben ik weer helemaal voor de basics. Maar blijkbaar ben ik er gewoon van allebei. Nou, ik moet het even allemaal gaan aandoen. Maar ik vond deze trui, die hebben echt een hele mooie kraag. Sowieso hou ik van wat hogere. Maar die echte hele strakke kollen vind ik dan ook weer niet zo fijn. Maar deze is heel leuk, want die heeft dan achter dus zo'n soort cut-out. Echt heel erg tof. Ook als je dus je haar in een staart of zo draagt. Leuk detail. En een hele mooie oversized blazer. Horen jullie dat? Dat is het muziekje van de wasmachine. Hij roept dan om, wasmachine is klaar. En dan speelt hij altijd even muziek voor mij. Nou. Jongens, de trui. Ik vind hem helemaal leuk. Inderdaad, die achterkant is echt heel tof als je haar dus vastdraagt. En de trui heeft dus een splitje en is achter iets langer. Dat vind ik altijd mooi. Hij is niet te lang. Dan kun je hem ook zo gewoon zo dragen of erin. Nou, kriebelt niet. Dat is top. En ja, hij is dus van het merk T-Shoppen. Had ik zelf nog nooit van gehoord. Maar is dus een Deens merk. Ik moest dus een beetje aan Oni denken. Maar ze hebben gewoon heel veel mooie basics. Ook heel veel mooie trenchcoats. Ik ben ook even gewoon die site gaan bekijken. Er staan echt heel veel leuke dingen op. Dus dat is een tip. En via Secret Sales kun je dan dus de items met heel veel korting shoppen. Maar het is gewoon ook een leuke website om een keertje op te kijken. Nou, dan hebben we dezelfde trui, maar dan in het zwart. Ook super handig. Ik droeg een tijdje niet veel zwart, maar ik vind het nu toch wel weer leuk. Nou, het is gewoon ook een super handige basic. En hij kriebelt dus ook helemaal niet. Nog een zwart jasje met gouden knoopjes. Het zijn drukknoopjes. Je kan hem natuurlijk ook losdragen. Maar ik vind deze zelf wel heel leuk om zo vast gewoon te doen. Het is een beetje zo'n hoekig model. Ik vind hem wel heel cool. Ik denk wel dat het leuker is om hier een wat strakkere broek bij te doen. Want nu is het wel erg, zeg maar, dit is ook heel erg breed en vierkant. Dus ik denk dat het leuker is met een strakke broek. Maar hij is wel echt heel erg cool. Hij is ook nog gevoerd. Dus ook echt mooie kwaliteit. En hier zitten nog leuke zakjes. Daar is ook echt super blij mee. Nou, ik ben ook altijd dol op blazertjes. Heb ik ook echt in heel veel verschillende kleuren. Vooral in de lente vind ik dit ook altijd fijn. Want dan kan je ook gewoon een t-shirtje doen. En dan een blazer eroverheen. Hoef je niet per se een jas aan. En ja, deze is daarvoor ook heel geschikt. Ik heb nu gewoon een trui onder. Maar straks dan kan hij ook gewoon met een wit t-shirt. Wel echt oversized fit. Maar daar hou ik wel van. Ja, ook heel leuk. En deze is dus ook van dat T-shoppen. T-shoppen. Ik vind het wel echt, ik moest echt aan Telcel denken. Goed, het is echt een leuke website gewoon. En dan heb ik dus nog een hele chille legging. Kijk, deze is van Only trouwens. Ik zocht dit laatst bij de Lidl, weten jullie nog wel. Toen hadden zij ook zoiets in de aanbieding, maar toen ging ik kijken en toen was hij heel erg dik. Was echt zo'n dikke leren legging, dat vind ik niet fijn. Maar deze is dus dun en is dan een beetje glim. Nou ja, dan, als ze niet zo dik zijn, dan kraken ze ook niet zo. Dat vind ik altijd heel vervelend. En ze zitten gewoon veel lekkerder. Nou, ik had ook... Ja, dat is het kaartje. Ik had zoiets van Nora. Alleen die was mij eigenlijk ietsjes te ruim. En dan zat het hier zo bij de bil niet zo mooi. Nou draag je er meestal wel iets langs over. Maar ik vind dat bij deze dus wel echt een heel stuk beter. Ja, perfect. Zit ook lekker. Beetje koud nog voor nu, maar voor straks heel leuk. Leuk met een sneaker, een groot t-shirt of zo. En dan dus een mooie oversized blazer. Deze staat er ook hartstikke leuk bij.
Ik zie alweer allerlei mogelijkheden. Nou, dat was eventjes de hele korte shoplog. Jongens, dit is echt de derde keer dat ik dit stukje opneem. Want hier voor de deur zijn ze dus, hadden ze ineens de hele stoep eruit gehaald. En nu zijn ze, ik weet ook niet wat ze gedaan hebben. Want voor zover ik kon beoordelen, hebben ze alleen de tegels eruit gehaald. En zijn ze nu alles er weer aan het inleggen. Misschien dat er dan iemand heeft geklaagd of zo, dat het scheef lag of zo. Ik heb geen idee. Maar ik hoor dus nu alleen maar van dat keiharde gewonk. En op de een of andere manier is het dus heel moeilijk om en te praten en dat ondertussen nog ergens in je achterhoofd te horen. Maar goed, het is inmiddels vrijdagmiddag. Het is droog geworden, dus dat is wel echt fijn. Ik moet zo de jongens dan ophalen. Ik ga eerst nog even snel deze video editen en dan verklaar ik het ook gewoon. Lekker weekend. Ga ik zo nog even een rondje hardlopen en dan, ik weet niet, vanmiddag. Vanmiddag heb ik dus helemaal niks gepland. Morgen wel met een vriendin afgesproken voor de borrel, dus dat is gezellig. En we willen naar Wonka. Dat is een nieuw film. Ik weet niet of jullie hem al hebben gezien, maar ik hoorde echt heel veel mensen er heel positief over. Het is volgens mij een musical dat ook de liedjes heel erg mooi zijn. Dus ik ben wel heel benieuwd daarna. De jongens die wilden er ook graag naartoe. Dus ik denk dat we dat zondagmiddag doen, want dan gaat Joost naar de voetbal. Dus dan kunnen wij mooi eventjes naar de film. Verder gewoon ook relaxed weekend. Max die heeft wel hockey, maar die gaat dan samen met Joost. Dus ik kan gewoon 2 dagen ook uitslapen. Heel erg lekker. En ik zie jullie dan zondag weer. Heel erg bedankt voor het kijken en tot dan!